macht geven. Dat was het formele traject. Voor ons is op dit moment even veel belangrijker het informele traject. En dat bedoel ik dus mee de periode ja, eigenlijk waar we vanavond voor staan. Tot aan nou, zeker een dag ergens in augustus, waarin wij verwachten dat een beslissing wordt genomen over de winningsvergunning, ja of nee. En wat wij vooral willen doen, en we hebben de afgelopen maanden niet zo veel te melden gehad eerlijk gezegd, is nu in elk geval een actievere positie in te nemen met betrekking tot de informatie die naar ons toe komt. En die willen we dus ook naar u doorsturen. We hebben inmiddels dat heeft u wellicht gezien, een eerste nieuwsbrief uitgebracht. Ik heb daarvan gezegd, dat doe ik dus maandelijks. Ook al zou ik niets te melden hebben, doe ik het nog maandelijks. Dat moet gewoon gebeuren. Er moet een vast moment in zitten waar je zegt, nou, wanneer is er weer wat te melden? Er kan ook een aanmelding natuurlijk voor de toezending van de nieuwsbrief plaatsvinden via de website die inmiddels draait. Dat heeft wat geduurd, maar ook het technische probleem wat verlaat. In ieder geval, dat project waar we ons nu bevinden, daar kunt u ons aanspreken op die informatie waarvan u denkt dat u die op dit moment nodig heeft voor verdere beeldvorming en graag zelf beeldvorming en ook uw bezwaren, zorgen met betrekking tot de procedure waarin wij nu zitten en waarvan wij natuurlijk een bepaalde hoop hebben, u misschien niet, maar in elk geval voor ons is het heel belangrijk om ook van u te weten wat u vindt, denkt en wilt. Nou, ik noemde al de nieuwsbrief en een website. Wat voor ons voor ogen staat voor de komende tijd, is ook het organiseren van inloopmiddagen, zoals dat ook in het jargon heet, en avonden, om misschien ook een kleinere kring, dan heb ik het dus niet over bijvoorbeeld morgenavond, dat is een herhaling van vanavond, om in een kleinere kring ook bepaalde onderwerpen die misschien meer speciale aandacht vragen, misschien meer speciale toelichting vragen van de experts van onze kant, dat die kunnen organiseren in misschien wat kleinere kring, maar hier op het eiland en op verschillende plekken. Dat kunnen we gewoon later even bepalen. Maar in elk geval, als de roep daarover duidelijk is, dan zullen we daar aan die roep gewoon gevolg geven. Opvolging en ook komen. Bijvoorbeeld dus themabijeenkomsten in het kader van de MER en de vergunningen. Ik denk dat het zal misschien ook weer een beetje saai zijn in eerste instantie, maar die kader, MER en dat soort zaken, die zijn ongelooflijk ingewikkeld. Saai en taai, maar vergist u niet. Ze lijken allemaal saai en taai, maar je moet er gewoon bij betrokken zijn. En wil zeg maar een visie op de juiste wijze en op het juiste tijdstip ook bij ons komen en ook bij de instanties daarover gaan. Als we dan verder kijken naar die themabijeenkomsten, zou je heel aan details kunnen denken aan. Nou, verder themabijeenkomsten over de technieken en installaties. Hè, de technieken die je moet volgen als je bijvoorbeeld offshore gaat boren of onshore gaat boren, onshore gaat produceren, offshore gaat produceren. Ondergrondse effecten, nou, dat hoef ik u niet te vertellen dat het gaat over bodemdaling en bodemtrilling. De transportaspecten die gepaard gaan met name. Transport van materialen over het eiland, dat is niet het enige. Dat heeft ook een element natuurlijk voor de optie dat je offshore zou willen gaan produceren, natuur en landschap te doen. Het is niet in de volgorde van belangrijkheid dat het hier is neergezet, uiteraard. Natuur en landschap zou ook wel een andere plaats kunnen krijgen, meer bovenaan. Maar dat is in elk geval datgene waarvan wij denken dat het goed is om de komende tijd, komende maanden te doen. Dat kan in een vlot tempo, een hoge frequentie. En als u daar het gevoel van krijgt dat het u helpt in de beeldvorming van het project, dan zou ik het heel graag weten. Nou, nog even, en dan ben ik eigenlijk even aan het eind van dit deel van. We lopen weer geweldig uit natuurlijk. Valt mee? Ik heb u nog niet zien, nog geen protest zien indienen, maar dat komt. Zometeen wel als we nog veel verder praten. Ik denk dat waar het nu op neerkomt, is dat wij als Tulip ons verplichten en verantwoordelijk voelen voor een, wat dat heet, een reset, een beetje raar woord misschien, van het communicatietraject, hè, veel gerichter, meer, misschien ook duidelijker. Vergeet u ook even die eerste nieuwsbrief, die was ontzettend taai. Dat was alleen maar om even uit te leggen waar we staan. Daar was iets voor nodig om,
Helaas te veel nodig in taaie zin om uit te leggen waar we stonden. Maar goed, ik hoop dat het enigszins is overgekomen. De tweede nieuwsbrief zal veel meer van operationele aard zijn, laat ik het zo maar zeggen. En weergeven hoe het verder gaat, wat we hebben gedaan, wat voor gesprekken er zijn geweest, wat voor bijeenkomsten er zijn geweest. Veel meer tastbaar dan die eerste afschuwelijke, dat is mijn eigen woorden. Ik heb hem zelf gemaakt, nieuwsbrief. Uiteindelijk doel, ja, we zullen toch, en dat is onze inzet, samen op zoek gaan naar de beste alternatieven. Hoe dat proces gaat, daar kan ik op dit moment misschien nog later wel meer van zeggen, maar ik denk dat het een goede beschrijving is van het plan dat wij op zijn minst hebben om te komen tot een succes met betrekking tot dit project. En uiteindelijk is het ook zo dat we kunnen overal over praten, hè, of vanuit een heel kille industriële achtergrond of kille finance, of weet ik het allemaal. Uiteindelijk moet het ook zo zijn, dat weten wij, en we kunnen ook niet anders dan streven naar een project dat dus ook maatschappelijk aanvaardbaar is. Is het maatschappelijk totaal niet aanvaardbaar, dan praten we denk ik over dingen die er niet zijn en die je gewoon niet waar kunt maken. Het moet een draagvlak hebben. Dat is ook een criterium in wezen voor in het kader van de mijnbouwwetgeving. Maatschappelijke verantwoordelijkheid die een grote rol speelt naast de techniek, naast de financiën, voor wat betreft het kunnen realiseren van projecten. Dat wil ik even benadrukken. En daarmee beëindig ik even dit deel van de bijdrage. Dank.